Gebruik jij wel eens Canva of Photoshop of ander nabewerkingsprogramma om een kader om je foto te doen om zo aan het formaat van Instagram te voldoen? Dan heb ik goed nieuws voor je, want de Lightroom mobile versie op de smartphone kan namelijk hetzelfde. Let wel, niet op iPad of desktop. Laten we daarom direct kijken in Lightroom. Je gaat in de vertrouwde menu van delen. Daar vind je voortaan rand toevoegen en delen. Eens dat je daarop klikt, krijg je de keuze voor de dikte aan te passen, als ook de kleur van je kader. Je kan kiezen uit een hele race verschillende kleuren, maar het leukste is het pipetje te gebruiken en een kleur te gebruiken van je foto zelf. En onderaan vind je de verschillende standaard afmetingen en dan kan je deze aanpassen voor Instagram. Vandaar geen poespas meer met andere programma's, direct van Lightroom Mobile naar Instagram.